Op zondag 15 januari hield fanfare Santa Maria uit Ommel in gemeenschapshuis De Kluis een afscheidsfeestje voor de vertrekkende dirigent Theo Loken. Theo Loken was sinds 2005 dirigent van fanfare Santa Maria. De middag startte met een optreden van de fanfare onder leiding van Theo Loken zelf. Na een afscheidswoord van de voorzitter droeg Theo het dirigeerstokje over aan de nieuwe dirigent, oud-Ommelnaar Jan van den Einde. Er is een mooie titel voor wat is geweest en wat gaat komen, namelijk het stuk heet tot slot Ouverture. Het is dus een openingsstuk voor een toekomst die nooit is afgesloten. Het zijn in het later vanuit het verleden, oftewel het nu. En dat is in het stuk mooi, fris, helder, licht gespeeld, ongeveer met mooie gedragen, schitterende melodie en een fris, fruitig en vooral spiritueel einde naar wat er met allemaal gaat gebeuren. Dat gaat verschrikkelijk veel moois gebeuren. De intentieverklaring van deze dirigent met het bestuur was dat we samen 100 zouden worden. De omstandigheden niet gebeurd, maar de fanfare was wel 100, dames en heren. En ik zal het weten. Formeel gaat het stokje van Theo nu naar Jan.